binnen. Ja. Ik ben op 9 jaar geworden. Ja, gefeliciteerd met uw verjaardag. Dag lievertje, dag bedankt. 90 jaar, wat een prestatie. Ja, vind ik ook. En we gaan het vieren, hè, binnen. Ja, leuk. Zijn leven rond, zijn leven. Dank jullie wel, hartstikke leuk. Wist je niet dat ik uitgenodigd? Nee, dat wist ik allemaal niet. Allemaal. Ja, dag meidje, over de vergadering. Dit is wel zo. Ja, ik wil even. Ja, verrassing. Het is de dag van kleine verrassingen. En ik denk, ja, om jullie heen zitten een aantal andere verrassingen. Soms bestaan we er al. Ja, wij kennen elkaar nog niet zo heel lang. Maar redelijk intens. Ik vind het fantastisch in jouw stichting mee te mogen doen, laat ik het zo zeggen. Bijna het jongste bediende. Hè. We hebben nu ook Mieke, die iets korter geleden begonnen is. Maar het gaat ons allemaal om die jongen, op zijn Brabant gezegd, om die kinderen in Palabana. En we hebben even voor jou uit die hoek wat nieuws. We hope you have a wonderful day and we will be remembering you today, singing for you and wishing we could be together. We miss you and we love you, Paula. Happy birthday from the children and staff of Palabana Children's Village. Bestuur van jouw stichting gemeend om je een cadeau aan te bieden op deze fantastische dag. En dat zijn twee frames waarin foto's zitten van alle kinderen uit Palabana. Die je dan thuis kunt ophangen en daar af en toe natuurlijk eens naar kijken. Ja, dankjewel. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dankjewel André, dankjewel lieve. En nog vele jaren. Dankjewel. Kijk, dit zijn alle een deel van de kinderen en een deel van de staf, van de zorgmoeders. En dit is William, die ken je natuurlijk ook. Kijk, twee foto's van alle kinderen. Nou, ze hebben allemaal fleurige t-shirtjes aan en ik denk heel leuk om naar te kijken. Lieve Paula, je weet, als jij jarig bent en als het Wereld AIDS-dag is, dan zet ik bij mij het hele dorp op stelten. Je naam is op ieders lippen, er worden t-shirts verkocht, er worden oliebollen verkocht, er staat in de kranten en dat gaat zo zeg maar 2 maanden door. De mensen in Zeeland zijn heel erg lief geweest en heel genereus. Ja. Kijk eens Paula. Zo. De mensen in Zeeland. Fantastisch. De mensen in Zeeland hebben €6500 bij elkaar gebracht. Dit is niet te geloven. Wat dat betreft weet jij veel meer te vertellen van de afgelopen jaren hier en in Zambia dan ik dat kan doen. Namens het gemeentebestuur wil ik je in ieder geval van harte geluk wensen met deze 90ste verjaardag. Dat is natuurlijk een geweldige mijlpaal. Samen met je zus 180. Heel veel de afgelopen jaren gedaan voor weeskinderen in Zambia. En je merkt aan de warme gevoelens die hier vanmiddag uitgestraald worden naar jou, hoe dat door een ieder gewaardeerd wordt en hoe heel veel mensen jou daarbij gesteund hebben. Maar als jij er niet was geweest,
dan was het niet tot stand gekomen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Veel volgelingen, gelukkig wel, want dan kan het werk ook gewoon doorgaan. En wij wensen in ieder geval namens het gemeentebestuur van harte proficiat en de stichting en alle anderen nog heel veel geluk in de toekomst ten behoeve van alle kinderen voor wie jullie dat met zoveel liefde doen. Dankjewel. Nou, fijn dat je er bent. Ja, de laatste keer dat ik er was, een meisje van de laatste keer, zei mama, ik denk dat je dit als een vuurtje. Het is een fantastische dag geworden voor mij. Ik ben jullie allemaal stuk voor stuk enorm dankbaar dat jullie er zijn. En ik hoop het ooit een keer aan jullie weer goed te kunnen maken op een andere manier. Ik wens jullie dus toch maar vast een heel gelukkig nieuwjaar en een heel gelukkige toekomst toe. Zolang als we elkaar niet meer zien. Heel erg bedankt voor alles. Dankjewel. Ja, ik zei dat ik het goed heb.